Deze handleiding bespreekt: Punten van Interesse gebruiken, Mijn PVI. Punten van Interesse of PVI verwijst naar openbare gelegenheden zoals restaurants, tankstations, winkelcentra, ziekenhuizen, enzovoort, die in de navigatiedatabase zijn opgeslagen en als bestemming kunnen worden gebruikt. Er zijn twee manieren om een PVI te selecteren: via een lijst met beschikbare PVI's of via tekstinvoer als u de naam van het gewenste PVI kent. In dit eerste voorbeeld lokaliseren we het dichtstbijzijnde tankstation door in de navigatiedatabase te zoeken. Raak de schermtoets Meer aan in het menu Scherm Bestemming invoeren. Raak het pictogram Punten van interesse aan. Raak vervolgens de schermtoets PVI bij Positie aan en dan de schermtoets OK. Het menu PVI-categorie verschijnt. Raak de schermtoets Auto aan om een subcategorie-menu te openen. Raak de schermtoets Tankstation aan. Als u een categorie uit de lijst selecteert, wordt deze aan het categorievak toegevoegd. U kunt maximaal vijf categorieën kiezen om een PVI uit te selecteren. Raak nadat u uw selectie hebt gemaakt de schermtoets OK aan. Raak als het dialoogvenster verschijnt de schermtoets Lijst tonen aan. Er verschijnt een lijst met resultaten. De resultaten kunnen worden gesorteerd op afstand, pictogram of naam. Kies de gewenste optie en gebruik indien nodig de pijlen om omhoog en omlaag door de resultaten te bladeren. Raak OK aan. Er verschijnt een venster om de bestemming te bevestigen. Het geselecteerde PVI wordt op de kaart weergegeven en de routebegeleiding begint. Om een PVI te zoeken via tekstinvoer, raakt u eerst de schermtoets meer in het menuscherm bestemming invoeren aan. Raak het pictogram punten van interesse aan. Raak vervolgens de schermtoets PVI naam aan en dan de schermtoets OK. Voer de naam van het PVI in via het toetsenpaneel op het scherm. Raak vervolgens de schermtoets lijst aan. Er verschijnt een lijst met de overeenkomende PVI's. Raak de gewenste optie aan. Raak OK aan. Er verschijnt een venster om de bestemming te bevestigen. Het geselecteerde PVI wordt op de kaart weergegeven en de routebegeleiding begint. U kunt ook in de kaartweergave de kaart aanraken om de schermtoets Punten van Interesse weer te geven. Druk op de schermtoets om naar het scherm Snelle PVI te gaan. Als u hier een PVI selecteert, wordt het direct op de kaart weergegeven. Selecteer uw gewenste PVI vanaf de kaart en stel het in als bestemming. Raak OK aan om te bevestigen. Op het scherm verschijnt een bevestigingsbericht en de routebegeleiding begint. U kunt extra PVI's naar het navigatiesysteem uploaden via de USB-aansluiting en een hiervoor geschikt USB-apparaat. PVI's moeten de GPX-indeling hebben. Sla toe te voegen PVI's eerst op een USB-geheugenstik op. Sluit de geheugenstik op de USB-poort aan. Raak meer aan in het navigatiemenu. Selecteer opgeslagen locaties. Raak mijn PVI's aan. Selecteer toevoegen en vervolgens elke afzonderlijke PVI-groep die u wilt downloaden. Selecteer bewerken en wijzer desgewenst naam, pictogram of geluidssymbool van het PVI of selecteer verwijderen. Meer informatie over deze functie vindt u in het instructieboekje. Neem voor andere informatie of ondersteuning Contact op met uw dealer.